mensen. Welkom weer op een gloednieuwe vlog. Ik heb vandaag al een livestream gedaan van 1.5 uur van Hamses Playground. Ik heb daar ook een trailer van. Die ga ik jullie ook zelfs laten zien. Ik ben hier nog ondertussen een paar dingetjes bezig. Zo gewoon nog wat opruimen. Moet ook gebeuren, hè, mensen. Moet ook gebeuren. Voilà. Echt waar met mijn Nutella-pot. Hè. Ik moet nog eens dringend ook eens naar de glasbak gaan. Staat ook nog op programma. Wat ook nog op programma staat, dat is... eigenlijk ook nog naar de glasbak gaan. Naar Bea gaan. Bea mama wegbrengen. Dan gaan we nog zien wat we nog gaan doen. Misschien nog wat Rummy Cup. Wie weet... Voilà. Dus ja, ik kan nog gauw een en ander nog gauw doen. De vlog is ook al geüpload, dus dat is ook weer al positief. Dit nog gauw weggooien. Dan ook nog mijn was zelfs meenemen voor naar mijn ouders. Ah, ga toe. Ik wil niet toe gaan. What the fuck? Huh? Waarom ga je nu niet toe gaan? Ah, mijn klak zat ertussen. Dat is niet goed. Allee, ik zie jullie allemaal zelfs terug. Yo, 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 yo. Zo, naar de livestream. Mijn was heb ik mee. Ik heb ook mijn nieuwe rugzak al aangekregen. Sneller dan verwacht. Dus deze kun je openstellen via mijn webshop. Via YouTube. Via daar dan... wacht, je hebt dan daar de video's. En onderaan de video's krijg je de webshop. Spreadseats of zoiets. Spreadseats. Voilà. En nu ga ik terug richting Bea. Ik hoop dat jullie ook hebben genoten van de livestream. Ja, ik heb even moeten spurten, want ik was mijn GoPro ook nog vergeten. Ai, 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 ai.
Au. Dat zit weer al eens in mijn been. Au. Voilà. Ik ga nu vertrekken, dus ik zie jullie allemaal straks terug. Hallo. Yo. Mensen, ik ben terug thuis. En weet je wat het hatelijkste is als je aan het eten bent en wat dan naar boven komt? De hik. Mijn schatje zegt dan, drink dan iets. Oké, we zullen iets drinken. Soms helpt dat die, als je iets drinkt of je adem inhoudt. Ja. Ik heb jullie tegen suiker gezet. Kijkers, niet opeten, hè. Achter mijn camera. Niet doen, hè. Ja, maar dat is ook niet veel wat je drinkt, hè. Stop. Nog niet, oké. Dan ben ik mis. Soms helpt dat bij mij. Ik vind het gek dat het bij u niet helpt. Dat is kut, hè, mensen. Zo te hik hebben. Maar ja, ondertussen heb ik wel gedronken. Dankjewel, hik. Oh, mannetjes. En eens kijken als jullie het weten waar ik nu aan het eten ben. Juist, ja. Spaghetti. Ik ga niet met naam noemen. Zij heeft salade surimi. Zo, surimi. Of krapsla. Het is gegeten. Oh, alles is goed binnen aan het komen, dat is goed. Ik kan van mijn mama zijn spaghetti zo genieten. Hè. Maar vandaag is zo wat een meh dag. Kennen jullie dat? Een meh dag. Een klote dag. Kent jij dat ook? Ja. Dat heb ik vandaag ook. Maar nee, bedoel van het weer. Dat je dan echt geen fut hebt om iets te doen. Ik word droevig van dat weer. Ah, zij wordt er droevig van. Ik krijg daar geen fut van om iets te doen. Dat is mijn geaardheid. En, mensen. Wat vonden jullie ervan dat ik zo gisteren over mijn geaardheid heb gepraat. Ik hoop dat het leuk was. Moet er dan ook nog nog meer thema's zijn waar ik ronduit eens een woordje uitleg moet geven of een leuk gesprek moet dus aangaan? Laat het mij maar weten hier onderaan in de comments. Voilà. Maar, het staat niet meer zo vandaag zoveel op het programma. Wat op YouTube, wat rondsurfen, ga ik doen. Dan ook nog wat VTM Go kijken, plus. Als Enzo heeft opgelouwd. Weer al iets binnen. Ja. Meer gaan we niet doen. En dan rond een uur of 11, 11:30, oogjes sluiten en slapen.
En, ah ja, nog eens ook over het gesprek van gisteren toe. Als je echt met vragen zit daar rond. Ik ben een en al luisterend oor. Ik zal zeggen, als je iets persoonlijks tegen mij gaat zeggen, en het moet ook persoonlijk blijven, zeg het er ook alsjeblieft erin dan, dan zal ik het ook persoonlijk houden. Dan zal ik het ook persoonlijk bij mij houden. En ik zal het persoonlijk... Amai. Ik heb het woordje persoonlijk al veel gezegd. Dat is kunnen, hè. Dus ja, ik hou het echt persoonlijk dan ook alles goed bij. En na het gesprek, ja, dan delete ik wel alles als je dat wilt, ja of nee. Ik vraag dan, moet ik het gesprek wissen, ja of nee. Dus dan doe je dat ook. Als je zegt van, ja, ik hoor dat het gesprek wordt gewist, dan doe je dat ook. Maar ik sta altijd open voor leuke gesprekken. Waar ik ook altijd dan voor open sta, zijn leuke gesprekken. Bijvoorbeeld, 1-op-1 gesprekken. Wat ik ook vroeger heb gedaan. Wil jij eens iets bespreken met mij? Of wil je eens een hele leuke thema bespreken bij mij? Over je hobby's bijvoorbeeld. Dan mag dat altijd. Laat het mij weten op info@cycletv.be ofwel PM'tje mij ergens op Discord of op YouTube of op stuur je mij een e-mailje info@cycletv.be of Instagram, noem maar op. Of op Steam. Ik heb ook een Steam groep, CycloTV, maar daar gebeurt wel niet veel op. En binnenkort kijk eens ook eens ja, als ik iets heb eens gelivestreamd, wat vinden jullie ervan als ik dan die trailers van wat ik heb gelivestreamd ook in mijn vlog steek? Leuk idee, ja of nee? En dan schrijf ik zo, bijvoorbeeld als je het geen leuk idee of wel een leuk idee vindt, want ik heb al gevraagd om al redelijk wat in de comments te zetten, dan zeg je zo, trailer, ja, trailer, nee. Dan weet ik genoeg. Of ik kan een poll openen op Discord. De Discord link staat hier onderaan in de beschrijving. Ik heb goed gegeten. Weer lees binnen. Ah, wel, ik ga eens zeggen welke spelletjes dat ik nu momenteel actief heb op mijn computer. Dat zijn er toch wel redelijk wat. Eens even gaan kijken, hè. Games. 3D, 3D Aim Trainer. Age of the Empires 2. 2023. Aim Labs. Apex Legends. Arco. Bio Factory. Bioshock Remastered. En Bioshock 2 Remastered. Borderlands, Call of Duty, Carmageddon, Damage, Max Damage, Carmageddon, Recarnations, Combat Army Reloaded, Command and Conquer 3, Tiberian Wars, Command and Conquer, Red Alert 3, Uprising, Command and Conquer 4, Tiberian Twilight, Command and Conquer Red Alert 3, Command and Conquer Remastered Collections, Command and Conquer 3, Kane's Wrath of zoiets. Counter-Strike 2, Counter-Strike Nexon Studio, Creative Destruction, Creativers, CRSED, Cruise, Cine, Real, Theft Source, DCS, World Steam Edition, Destiny 2, Dot-to-Dot Puzzles, Epic Rollercoaster, Eurotruck Simulator 2, Fall Guys,
Flatout 2, Flatout 3, Flatout Ultimate Carnage Collectors Editions, Grand Theft Auto 4, Half-Life, Half-Life 2, Half-Life 2 Deathmatch, Half-Life 2 Downfall, Half-Life 2 Episode 1, Half-Life 2 Episode 2, Half-Life 2 Lost Cause, Half-Life 2 Update, Half-Life 2 Year-Long Alarm, Half-Life Absolute Zero, Half-Life Blue Shift, Half-Life Deathmatch Shores, Half-Life Opposing Force, Half-Life Restarted, Half-Life Source, Homestead Playground, die we vandaag op de livestream hebben gespeeld. En voor jullie gisteren. Card Reader, Drift, Killing Floor, Left 4 Dead 2, Microvolt, Recharged, Micro World, Monopoly, Monopoly Plus, Monopoly Poker, Nova Life, Ambios, Pet Shop Simulator, Planet Coaster. Bij Planet Coaster kan ik jullie preppike misschien eens vertonen in mijn livestream of zo. Als jullie een eigen preppike hebben, mogen jullie dat ook altijd doormailen op info@cyclotv.be, de save game. Oftewel, geef je de save game gewoon door via Messenger ofwel via Discord. Ook zo gelijk als je in de Command & Conquer Remastered Collections map hebt, mocht die ook altijd doorsturen naar mij, hè? Dan test ik die ook wel eens uit. Dan zitten we aan Poppy Playtime Portal. Bij Portal juist hetzelfde. Bij Portal 2 juist ook hetzelfde. En bij Portal Sensis Percupital Pack. Portal Reloaded en Portal Revolution en Portal Witch RTX. Als jullie daar mappen van hebben, mogen jullie die altijd doorsturen naar info@cyclotv.be. En ja, ik ga die dan ook spelen en daar ook dan een beoordeling achterlaten. Dat is toch wel heel, heel, heel leuk, of niet, mensen? Dus dan hebben we ook nog wel een interactie. Project Playtime, Rocket League. Dan hebben we nog de Rollercoaster Tycoon Triple Thrill Pack. Rollercoaster 3 Platinum, Rollercoaster Tycoon Classic, Rollercoaster Tycoon Deluxe, Rollercoaster Tycoon World, Rollercoaster Tycoon 3 Complete Edition. Dus als jullie ook daar weer een eigen, excuseer mijn stem, een eigen pretpike hebben gebouwd of je hebt een eigen rollercoaster of zo gebouwd en je wilt dat die ook echt effectief in mijn vlog komt, stuur het dan maar op naar info@cyclotv.be of stuur het gewoon door via Discord. De Discord link staat hier nog altijd onderaan in de beschrijving. Dus, en dan zal ik die ook wel eens gaan uittesten en daar ook weer al in gaan beoordelen. Dan hebben we nog Sega Drive Kennis Classics. En daar, ja, daar zitten dus verschillende spelletjes in. Dan moet ik eens even gaan kijken als die ook al binnen is. Van Sega, ja, Sega is al binnen. Oké. En daar heb ik, welke dingen heb ik daar geunlocked van DLC? Dat is, Sonic the Hedgehog, Sonic the Hedgehog 2 en Dr. Robotnik's Main Bean Mission. Voilà. Zijn er eigenlijk nog DLC's van Sega? Eens even kijken. Bladeren. Nee, best verkocht. Ook niks. 0-0-0. Amai, amai. Bij Sega is het echt, echt heel magertjes. Ja, dat is echt heel magertjes bij Sega. Even kijken als dat zo werkt. Ja, zo werkt het wel. Dus zo gelijk, je kunt de Sega Mega Drive en Guinness Classic kopen. Wat zit daar eigenlijk allemaal in?
Daar zit Comic Zone, Crackdown, Echo, The Dolphin, Gone Ground, Golden Axe. Eens even kijken wat ik ooit nog, ook nog eens heb gespeeld. Misschien dat ik dat dan ook wel ga kopen. En ook aan jullie ga vertonen. Maar momenteel niet. Ik vind het wel jammer. Zo gelijk ook. Ik ben echt aan het denken. Zo gelijk wat je ook vroeger hebt van de McDonald's. Dat die er wel eerlijk niet in zit. Dat vind ik wel jammer. Maar Sega heeft wel echt veel DLC's. Misschien zit het daar wel tussen. Ik moet het dan ook nog allemaal gaan zoeken. Oh my god. Sonic Superstars. Sonic Superstars Lego Sonic Skin. Oh my fucking god. Sonic heeft toch wel veel uitgebracht. Sonic Frontiers. Even kijken wat dat inhoudt. Zijn daar... Nee, dat zijn geen beelden. Toevoegen aan de bibliotheek. Oké. Zijn toch wel redelijk... Ja, ik ga daar ook nog eens de goeie tussenin bladeren. Misschien dat er toch zo'n spel uitschiet van... Ah ja, dat heb ik vroeger ook veel gespeeld. En ik wil het toch ook wel... vertonen aan jullie, dan ga ik het ook wel echt vertonen. Maar tot nu toe, Crazy Taxi heb ik ook vroeger helemaal kapot gespeeld. Maar dat van de McDonald's, dat vind ik wel niet. Dat vind ik wel jammer. En ik word weer gestoord. Nee, ik kan Messenger niet opendoen. Ah. Oké, waarom? Ah. Dat was weer al een fangroep. Van familie. Dus, ik heb hier nog een eneke staan. Dus dan moet ik hier nog ergens iets hebben. Ja, hier. Ah, hier. Oké. Zo. Oké, dan ga ik nog eens even verder wat ik dan ook nog heb. Sonic the Hedgehog 4 Episode 2, Supermarket Simulator, Team Fortress 2, TGV, Voyages, Train Simulator, Trackmania, Trackmania United Forever... Ook zo gelijk bij Trackmania en Trackmania United Forever, Trackmania 2 Stadium, Trackmania 2 Valley. Daar, als jullie daar ook eigen mappen hebben gemaakt of een eigen wagen hebben gemaakt en je wilt die ook vertonen in een van mijn livestreams, stuur het opnieuw op naar info@cyclotv.be of PM mij het bestand dan gewoon door via Messenger ofwel via Discord. Ook zo gelijk Train Simulator. Voilà. En dan heb ik ook nog Age of the Empires. Heb ik ook nog geunlocked. Dus die ga ik ook nog toevoegen aan mijn favorieten. Voilà. Heb ik dan nog iets te melden? Nee. Oké. Okay. Dus... Als jullie ook nog zeggen van, oh ja, dat is ook... Ah ja, zit daar ook DLC's bij? Nee. Dus gelijk, zo DLC-games. Die mogen jullie dan ook wel altijd doorpm, want die zoek ik ook altijd heel erg hard. Omwille van dat ik toch wel graag eens heb voor dat ook eens aan jullie te kunnen vertonen. Zo gelijk ook Worms. Worms heeft ook heel veel DLC's. Zelfs ene gratis erbij die ik nog niet heb gedownload.
Dan heb je nog Worms Reloaded. Bij Worms Reloaded, daar zit ook weer al DLC's erbij. Dus ja, map pakken. Vooral kan dat te kunnen killen. Dan heb je nog, bijvoorbeeld bij. Eens even kijken, als ik nog een game vind. Hier, World War 3. Daar, heb je, daar zijn ook DLC's bij. Ah nee, workshop. Ja, workshops. Als er dus workshops bij zijn, dan speel ik het al te graag. Dus zo gelijk ook eens even kijken. Workshops. Nee, hier ook weer al niet. Hier ook weer. Ah jawel, hier. Bij zo gelijk bij World of Guns. Guns Disassembly. Daar heb je ook een workshop bij. En in die workshop, ja, daar zitten allemaal verschillende wapens en al. Ik had het ook eens aan jullie dan zo eens vertonen van, oh, dat ziet er wel een hele leuke wapen uit. Bijvoorbeeld, ik ga jullie eens eentje laten zien. Zo gelijk deze wapen. Ziet er echt heel fantastisch en mooi uit. En die wil ik dan aan jullie dan vertonen. En deze komt van. Theasome. Voilà, Theasome. Die heeft dus deze gun gemaakt in dat spel. Dus zo van die dingen wil ik dan wel doen. Dus even kijken. Mijn spellen van workshops. Ik heb daar ook 7 pagina's van. Dus ik kan alles laten zien van, oftewel van Team Fortress 2, Left 4 Dead 2, Dota 2, Portal 2, Counter-Strike 2, Killing Floor, Carries Mod. Train Simulator, Sega, Stronghold 2 Steam Edition, dan Stronghold Legends Steam Edition, Mount Blade Warband, Majesty Gold HD Editions. Hoe noemt deze? America's Army's Briefing Crowns. Dan heb ik ook nog Chris Raider Kings 2. Blacklight Rebuilding. Age of the Empires 2. No More Room Hell. Euro Truck Simulator 2. Warframe. Trade Mania Stadium. Audio Surf zit er ook zelfs tussen. Trackmania Valley. Rocket League. World Guns. Fistful of Frags. Creativerse. Quake Life. Legends. Legends. Dan Rollercoaster Tycoon World. Trove. Keer update, internet, dan moet ik ook nog eens even zien hoe dat wordt weer al. Ah, oké, dus die kunnen we niet doen, omdat dat naaktheid bevat. Dan hebben we nog Boring Man, Code Name Cure, Relic Hunters, Business Tours. Planet Coasters. Gladius. Relicus of War. Dan deze moet ik ook nog eens even op klikken. Warhammer Fermented 2. Aimlabs. Q-Aver of zoiets. Casual desktop game. En Command and Conquer Remastered. Dus al die spelletjes. Als jullie daar bijvoorbeeld mappen hebben. Rollercoasters die uit moeten getest worden. Tanks. Bijvoorbeeld Command and Conquer Remastered. Ik kan het niet gek benoemen. Zo gelijk, ik zal dus ook eens business tour erbij pakken. Bijvoorbeeld, daar kun je bijvoorbeeld alleen maar mappen doorsturen naar mij toe. En dan zal ik die ook wel eens uittesten.
Oké, dat is alleen maar mappen. Dan gaan we naar Thief Fortress 2. Daar kun je dus bijvoorbeeld de Demon, hoe je... Dat is maar één mapje zie ik daarin. Oké, Dus, klasse Demon, Energies, Heavy, Medic, Pyro, Scout, Sharps, Gutters, Soldier, Spy. Dan plaats voor voorwerp, hoofddeksels, wapen, diversen, bespotting, ander geluidsapparaat, noem maar op. Dus ik wil dat allemaal wel vertonen is in mijn mooie vlog. Even kijken als ik op een gsm geraak. Oké. Okay. Ah, dat was play 4. Oké. Okay. Ja, dat is play 4 die zo aan het spammen is op Instagram. Dus ja, dan weten jullie dat. Zo gelijk ook. Ik zie hier ook een hele mooie Quake map. Oh ja. Oh, de oude Quake. Oeh, ja. Ziet dat eens aan. De oude Quake map. Dat doet mijn jeugdherinneringen naar boven komen. Echt waar, dat doet echt mijn jeugdherinneringen boven komen. Willen jullie ook weten, ooit, bijvoorbeeld, ja, speel eens die spelletje, of speel eens die spelletje, of speel eens die spelletje. Ik heb op Discord... Als je dan bijvoorbeeld op dingen kijkt. Bijvoorbeeld op Off Topic op Discord. En dan zie je daar welke games heb jij allemaal. Dan kun je daar op klikken. En dan zie je daar mijn ganse lijst. En wanneer dat er ook weer al nieuwe games zijn gehad. De 17e van de 5e maand. Dus dat is dus ja, eigenlijk vandaag. Dus naast voor jullie gisteren. Heb ik één les Legends toegevoegd, Circus Electric Q van Epic Games en Dragon Age Inquisition of zoiets. Voilà. Eens even kijken wat ze nu weer vandaag hebben gepost. Oh my god, ik ben CEO. Ja, daar gaan we echt verwijderen. Dat hoort hier niet in thuis. Voilà. Dus een paar dingen, als ik het zie of zo, en die echt niet thuis horen op dingen. Dragon Age, heb je die al? Ja. Is die dan, ja, die is dan ook op Epic Launcher dan ook wel beschikbaar. Ja, 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 oké, oké. Jammer dat die dan... Ah, die staat al in mijn library. Oké. Okay. Welke heb ik dan op Steam dan nog pas toegevoegd? Dus even kijken. Endless Legends. Endless Legends. Ja, oké. Okay. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Voilà. Ik ga jullie nu laten... Heb ik eens ook mijn admins ook op reageren. Hè? Dus ik wil ook wel eens een shout-out doen naar al mijn, echt al mijn admins. Echt waar, en dat zijn er al redelijk veel al aan het worden. Oh, echt waar. Was het zo dan? Slash, ja, dat was het. Oh my god. Dus ik wil in het daglicht zetten Bejakke 1996 een shoutout van mij toe en een dikke hartje van mij uit toe en een pure love 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 naar jou toe. Dan dankjewel dat je er ook nog altijd zijt. BRNT.
Dankjewel ook aan Peter Mew. Peter Mew, jij bent echt ook altijd fantastisch. Ook op de chat op Discord. Dat geef ik ook eerlijk toe. Ik ben blij met deze, ook deze mooie amens. Ook naar Liesje toe. Liesje, die houdt ook echt alles mooi in de gaten. Dan hebben we ook nog Juicy HD. Die nog maar sinds kort nog maar admin is. Die wil ik dan ook wel nog eens even in de daglicht zetten. Juicy HD, je chat ook wel redelijk veel in de admin channel. Dat is zeer goed bezig. Top, 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 top. Duimpje omhoog voor jou. Duimpje omhoog voor jou. Duimpje omhoog voor jou. Dan hebben we ook nog Doekie. Doekie, 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 Doekie. Is eveneens ook admin op Twitch. Dus dan wil ik ook nog op... Ah ja, de DC. Wil ik ook nog even in het daglicht zetten. Een mooie shout-out naar de DC. Die helpt mij ook echt heel goed. En dan wil ik ook beginnen te werken ook aan VIP-leden. Wat houdt VIP-leden in? Ik ga vanaf de volgende Q&A altijd goed bijhouden wie hoeveel comments heeft gegeven. En het eind, wacht, ik zal dat beginnen vanaf begin volgende maand. Dus vanaf de eerste, die valt op een zaterdag. Dus vanaf daar, dan een ganse maand, juni, dus tot de 30ste zondag, de 30ste juni, wie dan de meeste comments heeft gegeven. En de tweede meeste comments heeft gegeven op mijn YouTube-filmpjes. Die wordt ook nog eens in het daglicht gezet via mijn website. Ook is ook eens in het daglicht gezet via mijn Discord. En dus ik krijg dan ook wel een mooie vermelding. Zo goed, ik heb nu ook nog de Twitch VIP-leden. Dat is Bert en Tripstar. Dus ook aan jullie een mooie shout-out dat jullie al VIP-leden zijn. En dan moet het er ook wel meer worden. Dus ik wil ook meer leden dan om bijvoorbeeld een dankjewel gaan zeggen en al. En daar ben ik dan ook wel 100% dan, ja, blij om, om zoiets dan ook te kunnen doen. Voilà. Zo. Ik heb hier wel eens een redelijk lange gesprek gehad met jullie. En, ik heb ook nog eens, de vraag gehad van wat is een LAN-party? Jawel, dit wil ik dan ook nog even in het daglicht zetten. Omwille van, ja, dat ik ook nog altijd aan LAN-parties doe. Dus ik ga het dus even vermelden. Een LAN-party is een bijeenkomst van computerliefhebbers die in hun vrije tijd hun computers op een local area network, dus naast het LAN aansluiten, dat de computers met elkaar verbindt. Iedere bezoeker van LAN-party neemt zijn eigen computer met monitor of laptop en andere toebehoren mee. Ook een netwerkkabel om de computer op het netwerk aan te sluiten hoort bij de basisuitrusting. LAN-parties duren vaak een weekend lang, maar ook kortere en langere bestaan. LAN-parties zijn ontstaan in de jaren 90, toen de netwerkapparatuur betaalbaar werd voor consumenten. Activiteiten. De belangrijkste activiteit om een LAN-party is het spelen van computerspellen met twee of meer personen. Dit is mogelijk door het netwerk dat de computers verbindt. Soms gebeurt dit in georganiseerde vorm, zoals een competitie waarbij prijzen te winnen zijn. Bij de grote LAN-parties is de competitie het belangrijkst. Op LAN-parties komen sommige bezoekers niet alleen om te gamen, maar ook uitwisselen van ideeën over uiteraard de computer. Liefhebbers van case modden verzamelen zich ook vaak op LAN-parties. Vooral bij outdoor LAN-parties zoals Campzone en Megabit, waarbij het computeren wordt gecombineerd met kamperen, is het sociale aspect vaak belangrijk en komen veel bezoekers meer voor de gezelligheid dan voor het spel. Technische aspecten. Een LAN-party wordt veelal door vrijwilligers georganiseerd. Deze vrijwilligers zijn dan zelf ook liefhebber van
van en deelnemer aan de LAN party. Een aantal diensten en producten worden soms door derden verzorgd, zoals beveiligingspersoneel, specifieke netwerkapparatuur en eventueel de huur van een geschikte locatie. Veel populaire LAN-parties worden zonder winstoogmerk georganiseerd. Een LAN-party wordt als volgt opgebouwd. Afhankelijk van het aantal bezoekers wordt gekozen tussen twee verschillende mogelijkheden. In het geval van kleinere LAN-parties wordt vaak gekozen om één of meer switches op te stellen waar de computers met behulp van UTP-kabels op worden aangesloten. Als meerdere switches nodig zijn, worden ze door middel van glasvezel of UTP met elkaar verbonden, waardoor ze met elkaar kunnen communiceren. Voor grote LAN-parties wordt vaak gekozen voor een heel andere opstelling. Er wordt een centraal punt in het netwerk gecreëerd door het plaatsen van één of meer krachtige core switches, ook wel de backbone genoemd, waarop de secundaire switches met glasvezel of UTP worden aangestoten om zo één grote netwerk te creëren. Om de netwerk op LAN-parties draaiend te houden en bruikbaar te maken, moeten de bezoekers vaak een door de organisatie vastgestelde IP-adres en bijbehorende subdomeinnaam en de DNS-adres instellen. De instellingen worden in de meeste gevallen door organisatie aan de deelnemers verstrekt. Alle computers en andere elektrische apparatuur op een LAN-party verbruiken samen vanzelfsprekend een flink hoeveelheid stroom. Voor een LAN-party van 1000 deelnemers moet gerekend worden op een schijnbaar vermogen van gemiddeld 200 kVA. Stroomuitval is een veel voorkomende probleem op LAN-parties, met name goedkope schakelende voedingen kunnen storingen geven op het net. Problemen met elektriciteit kunnen voorkomen worden door niet te veel stekkerdozen parallel te schakelen op één wandcontactdoos. Deze stekkerdozen hebben liefst geen aan/uitschakelaar om ongewilde uitschakelingen en daarmee lokale uitval te voorkomen. LAN-parties worden meestal binnen gehouden, maar ook in de open lucht. Meestal in tenten. Bij LAN-parties in de open lucht worden aggregaten gebruikt om elektriciteit op te wekken, omdat deze vaak plaatsvinden op velden waar geen aansluitingen zijn op het elektriciteitsnet. Ook hierbij wordt gezorgd dat er niet te veel deelnemers tegelijk op hetzelfde aggregaat worden aangesloten om te voorkomen dat één of meerdere van deze aggregaten uitvallen. Het is een klein stukje. Nederlandse LAN-parties. In Nederland is het alleen LAN-party-organisaties Drone, Netgames, Gameparty, LAN is gelijk aan Live en Regroup vroeger gelukt meer dan 1000 deelnemers bijeen te brengen. Bijna al deze LAN-party-organisaties zijn gestopt. Gameparty bestaat nog wel, maar is opgesplitst in 2009. Nu zijn er in Nederland alleen The Party, Campzone en Triality. The Party en Campzone is ook nog een hele grote vraag als die nog gaan organiseren. Over met meer dan 1000 deelnemers. Netgames was ooit de grootste met meerdere edities boven de 2500 deelnemers. Droom 2014 werd bij gebrek aan deelnemers afgelast. In beginjaren kwamen op LAN-parties veel hobby-computeraars af. Dit is niet meer zo. De grote en de middelgrote LAN-parties zijn vooral een toernooi geworden met grote opkomst van de competitiespelers. Op grote LAN-parties is er een totale prijzengeld boven de 20.000 euro.
Kleinere LAN-parties in buurthuizen of gymzalen zijn er bijna iedere weekend in Nederland en trekken meestal tot 50 deelnemers per keer. Dan heb je nog het uitwisselen bestanden. Op LAN-parties is het in Nederland en België niet toegestaan bestanden zoals software, muziek en films aan te bieden. En series ook aan te bieden of uit te wisselen. Hoewel niet toegestaan werd, zeker in het begin, op LAN-parties in Nederland het lokale netwerk gebruik voor zulke uitwisselingen. Door betere alternatieven op het internet is downloaden op een LAN-parties niet meer gebruikelijk. In Nederland zijn de organisatoren van LAN-parties hierop nooit aangesproken of gecontroleerd. Situatie in België. In België wordt wel controles gedaan en is de organisatie aansprakelijk wanneer ontdekt wordt dat er illegale inhoud gedeeld wordt, wordt een aanklacht bij de politie ingediend die de betrokken pc's in beslag nemen. Ook is het gamen tegenwoordig de hoofdreden om naar een LAN-party te gaan en is bestandsdeling op LAN-parties afwezig. Voilà. Ik hoop dat je genoeg informatie hebt. Oh my god. Oh my god. Administrator. Ik vind hier net nog iets terug. Oh my god. Oh my god. Landscape, Landay. Daar ben ik allemaal naartoe geweest. Pitbusters, Nulan. Oh my god, Local Wars. Daar ben ik ook al naartoe geweest. Oh, ik heb hier iets moois teruggevonden. Web.archief.org. Oh my god, en daar zit ik op lamparty.be. Oh my fucking god. Voilà. Dit is wat informatie over lamparties, wat juist ook inhoudt en al. Ik hoop dat jullie nu heel mooie informatie hebben terug gevonden en al. En ik heb nu nog één grote vraag. Over welk mooi onderwerp of informatie kan ik jullie ook nog gaan uitdelen om jullie ook weer wat slimmer te maken? Dan lees ik alles voor. Dat is gelijk ook bijvoorbeeld 10-jarige oorlog. Daar bestaat dan ook zo een hele tekst van. En nee, ik ga die dus niet lezen nu. Dan zal ik dat ook wel eens, dan eens voorlezen. Maar dat net niet. Dus laat dat ook even tot bij ons zijn. Voilà. Ik ga hier de vlog beëindigen. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet om mijn belletje te drukken. Dan blijf je op de hoogte wanneer er een nieuwe vlog, video of een livestream is. Nu ga ik mij nog rustig de bestanden op de computer zetten. Dan de vlog al in elkaar steken. En dan een klein douche nemen. En dan nog wat series kijken. Tot later allemaal. Yo. En jullie krijgen ook de groeten ook van mijn schattige en natuurlijk Bea. Dus vergeet niet te liken. Te abonneren en op belletje te drukken. En voor de rest zeg ik altijd: yo.